dan 4,5 maand toebedeeld krijgen. En dan net zo lang praten, tot er 9 maanden beschikbaar was. We hebben de vertaling opgestuurd en toen, daar hebben ze in Londen waarschijnlijk helemaal letterlijk terugvertaald. Dat wordt helemaal gecheckt. Dan weet u toch zenuwachtig van hoe meneer McIntosh die maar het zal vinden. En er kwam een brief terug en daar stond in. En daar was ik toch wel een klein beetje heel blij mee, als een kind eigenlijk blij mee. Daar stond in dat hij vond de vertaling most impressive en virtuoso. En hoewel ik 51 ben, sta ik er toch niet boven om dat dan te zeggen dat ik daar toch wel, dat ik dat wel erg leuk vind. Ja. Luister allemaal nu! Generaal Lamarck is dood! I began my life with Les Miserables in London, playing in the ensemble, playing two small roles and singing in the chorus. So I know what it's like to do that. I know what it's like to be in the back, giggling away while others are working hard in the front. But of course, that won't happen in this production, will it? What I want to impress on you is that although this production is in one way a copy of the London production, in no way am I going to be saying to you, you must do this because it was done in London. Everybody will have a chance to develop the roles within the scope of their own talent and personality. The rehearsal facilities, as far as I can tell at the moment, are absolutely stunning. They really are stunning. To be able to have a space that embraces a rehearsal space, the wardrobe, dressing rooms for the actors, relaxing space for the actors, and indeed a restaurant for the actors, all in one area, is quite astonishing, and I've never experienced that anywhere in the world, including London. I feel that we have a cast of an incredibly high standard. Apart from the fact that we've cast, I think it's 4 or 5 very well-known people who are known to be good, and people with very strong personalities, some of them with superb singing voices, both in the opera world and in the pop world. I know we also have an ensemble who I feel will work very well together. And after hearing them sing a little bit today for pleasure, and I hope it goes on for pleasure, I had a very good feeling about that, because there was a tremendous warmth in the Dutch language itself, and also in the vocal tone that they were able to produce. And so that's very heartening, and I'm sure it will be wonderful and we'll have a great time. Ik denk dat we ongeveer een 800-850 volwassenen gezien hebben. Kinderen, nou, ik denk dat dat nu inmiddels... Inmiddels over de 200 is. Nee, meer. Ja, al in de eerste ronde al heel veel. Ik denk dat we de dikke 250 kinderen hebben gezien. Bij de volwassenen was heel duidelijk waarop gelet moest worden, want die audities werden afgenomen door Ken Kessel en Martin Kors, de muzikaal supervisor. Die hebben het al zo vaak gedaan, zowel in Londen, Wenen, Stockholm, Parijs hebben ze al nu gedaan. En die hebben een heel duidelijke visie van wat ze willen. Dus niet alleen de kwaliteit van de stemmen, die ze op heel hoog niveau schatten, maar ook hoe de mensen eruit zien, wat voor uitstraling ze hebben, hoe de hele tableau de la troupe eruit moet zien in zijn totaliteit. Het is eigenlijk gewoon typecasting. En ik vind dat wat het mooiste was, in Londen hadden wij een paar keer de voorstelling gezien. Mm-hmm. Toen zijn we een keer in Wenen gaan kijken. En halverwege de voorstelling zei ik tegen Robin, die zat naast me, ik zei, nou, alsof ik in Londen zit. Ja.
Qua uiterlijk. Uiterlijk alles ongeveer hetzelfde. Dus ze doen vreselijk aan typecasting. Ja. Dus bepaald, die rol moet zo'n type zijn enzovoort enzovoort. En dat maakte het soms wel eens heel moeilijk. Ja, want er kon best wel eens, of vaak zaten er mensen bij die waren hartstikke goed qua zang. Echt fantastisch. Maar waren veel te lang bijvoorbeeld. Dat hadden we vaak met dames. Heel goed. Maar veel en veel te lang. Daar werden ze dan uiteindelijk op afgewezen, wat dan soms heel erg jammer was. Ja. Oké, maakt niet uit. Hoe hebben we dat... Was er niet voor geweest? Nee. Was je waar, lieve Gerrit? Ja, we zijn niet ingezongen. Ik heb niet zeker niet voor. Dat is waar. Oké. Weet je het? Ja, zo. Arbeidsinspectie mogen kinderen 8 maal per jaar optreden in het theater. En daardoor kom je aan een totaal van 90 kinderen voor de speelperiode die wij willen doen met Les Miserables. En dat zijn een boel kinderen, maar daar hebben we een school voor opgericht om die kinderen te kunnen trainen. En dat gaat heel goed. Dag inspecteur Marijn, begint samen met Alexander 1, 2... Dag inspecteur, dag inspecteur. Dag inspecteur, dag inspecteur, dag inspecteur, dag inspecteur, dag inspecteur, dag inspecteur. Donald Duck, kerst je mondhoeken tegen je kiezen en maak je tanden vrij. Ik zie je tanden niet, wil je nog horen? Ontvangen met Blessie. Ik hoor heel veel zoentjes van Antanje. Hey, Monique!